Dit is N24actueel.nl. Kerststal vandaag voor de eerste keer te bezichtigen hier in de Sint-Jan. We lopen hier over het bruggetje. Ik begrijp dat jullie dit het Bartenbruggetje noemen. Ja, wij noemen dat het Bartenbruggetje. Het is wel leuk. Het is binnen de budget gebleven en hij is helemaal klaar. Dus dat is wel aardig. De brug die toegang geeft naar de kerststal. Ja, het bijzondere is dat deze brug wel af is. Deze brug is af en binnen de perken het budget gebleven, moet ik zeggen. Althans, dat denk ik. Dat hoor ik nog wel van het kerkbestuur. Het thema heeft dit jaar alles met nieuw te maken. Wat is het thema van de kerststal dit jaar? Dat is nieuw. Alles is nieuw. Christus wordt geboren, het nieuwe leven. Maar dat vind je ook terug in de kerststal. Vooral veel wit gebruikt, lichte kleuren. En dat manifesteert zich dus in deze kerststal. En het bijzondere van vind ik dan... Dat je tussen die witte gebouwen, alles nieuw, wit, daar vind je dan de stal. Een armoeige geboorte in een stal. En dat spreekt eruit. Daar moet je echt wel even goed naar kijken. Dat is wel heel interessant. Op bezoek in de kerststal in de Sint-Jan. Vandaag voor de eerste keer open. Wat vindt u van de kerststal, wat u gezien heeft tot nu toe? Fantastisch. Wat vindt u van de kerststal 2013-2014 in Den Bosch? Wij vinden dat magnifiek. Wij komen speciaal van België, zou ik zeggen, om hem te bewonderen. Dat is heel mooi. Wat vindt u van de kerststal? Ja, prachtig. Heel mooi. Ja. Wat vindt u er mooi aan? Ja, ik weet niet, alles mooi opgezet. Mooie beesten, mooie beelden. Het verhaal zit er ook wel goed in. Dus, ja. De beelden zijn nieuw. Die zijn gemaakt door de Kunstacademie. In samenwerking in het bos Breda. En daar zijn we bijzonder blij mee. De beelden van Akje van Roosmalen, de kunstwerken moet ik zeggen van Akje van Roosmalen, die staan hier in de aanloop naar deze kerststal. De bedoeling is om die te restaureren. Gaat u elk jaar kijken naar de kerststal? Ja, dus het is helemaal overweldigend. Waar komt u vandaan? Graven. Oh, dat is niet zo heel ver van Den Bosch, maar ja, de kerststal in Den Bosch, in de Sint-Jan, is altijd een soort van begrip, hè? Maar u was er nooit geweest? Nee, toevallig waren we pas een keer hier, toen waren ze hem aan het opbouwen, dus dan word je nieuwsgierig. Dus vandaar. U dacht op de eerste dag dat hij open is? Ja, nou, dan wil ik hem toeval. Zien. Ja, dat is toeval. Veel dieren zie ik ook weer in de kerststal. Ja, dat maakt de kerststal in Den Bosch altijd heel bijzonder, hè? Ja, dat is heel bijzonder. Sommige mensen denken dat het dieren zijn waar de ingewanden nog allemaal aanwezig zijn. Natuurlijk niet zo. Ze zijn gecertificeerde, opgezette dieren. Die we in de loop der jaren, tientallen jaren, Huub Vinkers, de grondlegger, een van de grondleggers van deze kerststal, in gebruik hebben. Er zijn dieren bij die al 40, 50 jaar oud zijn. Gaan we elk jaar kijken naar de kerststal? Ja, elk jaar gaan we. Ja, we wonen in de binnenstad. Dus, en we hebben inderdaad gedacht van, we gaan nu. Dan zal het niet zo druk zijn. En het scheelt ook omdat het overdag is. Want meestal was het altijd 's avonds. En dan is het toch veel donkerder. Ik vind het heel prettig dat dit jaar veel lichter is. Het vorig jaar vonden we toch wel wat donker. Hè? En dan zag je ook de figuurtjes niet allemaal. En nu zie je dus alle figuren, alle beestjes. Je kunt beter de kleine details zien. Ja, ik vind het schitterend. Hoe anders is de kerststal dan vorig jaar bijvoorbeeld? Is er een groot verschil of niet? Nou, om te beginnen zijn de beelden natuurlijk. Hè. De beelden van Akkie staan hier in de aanloop. En dit zijn dus compleet nieuwe beelden die we hier hebben. Wat we ook gedaan hebben is wat meer grappen ingebouwd. Grappen in de zin leuke dingetjes. Nou moet u voorstellen dat een van onze medewerkers, die krijgt een aantal takjes in zijn handen. En daar wordt gezegd, maak eens een mandje, want we willen er een lammetje in leggen. En zie je het resultaat. De creativiteit is enorm binnen de groep. En dat vind je dus hier heel mooi terug. En zo zijn er heel veel van deze kleine details waar u op moet letten. Wat u hier ziet is gewoon een van onze mensen, Ruud Smits in deze, die gewoon is gaan bouwen. Hoe doe ik dat? En kijk met assen, hout. Je hoort het kreunen van het hout. En dat maakt het zo bijzonder allemaal. Ook de vissen die we hierin hebben zitten. En de waterval die dus bij dat waterrad thuis hoort. U raakt er niet over uitgesproken? Nee. Dat absoluut niet. De kerstsfeer hangt erin. De essentie van het kerstverhaal is ook absoluut te bewonderen. Het geheel, magnifiek. Als ik u zo hoor, dan gaat u er wel nog een keertje vaker kijken, denk ik, hier in de Sint-Jan. Nou, het zou best kunnen. De Bartjesbrug.
De Bartenbrug, ja. Ja, die is wel af hier, hè? Ja, is ook van deze tijd, hè? Ja. Hoeveel mensen komen er nou per jaar ongeveer naar de kerststal in Den Bosch? Ja, dat is een beetje afhankelijk, hè. Is het weer goed? Hè? Voldoet het? Bedoel ik mee, sneeuwt het niet, regent het niet, vriest het, enzovoort. Maar ik schat rond de 50.000 dat we daar aan moeten rekenen. En vooral op de topdagen, zo net voor de kerst en tussen kerst en nieuw. Ja, verspreid het zou ik adviseren, een beetje met bezoek. Maar daar staan ze tot in een, zeg maar, in een kolonne. Op de praten, zo drukken ze het dan. Meer nieuws. Meer video's. 24 uur per dag. En 24actueel.nl.